wil ik mijn woonkamer makeover doen. This is a monumental moment at... We have to name this office. Ik eet als dit. Ik was helemaal kapot. Maar... I wanna be influencer. Oh, they said props. Nou, het voelt als een chocoladeletter. Ja. Why would you bring disgusting people into a vibe of this morning? Jij vroeg op wie zijn deze mensen? Ik vraag aan Nick voor je slow. Goedemorgen jongens, welkom terug bij mijn kanaal. Ik ben Joey Jack en welkom bij mijn nieuwe vlog. Hoe loopt het jullie kijkt? Vandaag is een grote dag, want ik ga mezelf klaarmaken om naar onze kantoor te gaan. Voor die styling en zo. We hebben al de furniture en al die spullen erin. Maar wij moeten alles plaatsen en alles mooi maken. Dus dan gaan we de woonkamer maken. En Elisa en Wout, kom mee! Dus hoe geweldig. Ik ben zo, zo blij. Ik heb een beetje vroeg gewakkerd. Want ik wil dingen doen hier in mijn huis. Maar... ik ben bezig hier on the computer, want I'm helemaal... Nu dat we hebben de kantoor en we hebben nieuwe meubeltjes gekregen en zo, wil ik mijn woonkamer makeover doen. Dus ik ben bezig met online moodboard maken. Een moodboard aan het maken voor mijn kantoor. Voor mijn... woonkamer, want ik wil het echt, jongens, ik ben helemaal klaar met onze woonkamer, want voor mij ziet het een beetje rommelig uit, want hier heb je dit, en dan ineens heb je dat, en dan heb je dit, en alles is echt niet, klopt niet zo goed, dus van die moment dat we hebben hier ingehuisd, was ik niet helemaal in love. Zeg maar, met onze woonkamer. Dus ik heb een moodboard gedaan hier voor jullie. En ik ga het plaatsen hier voor jullie te kijken. En ik wil weten wat jullie denken. Dus hier is een moodboard. En ik wil geen velvet in de grote bank. Ik wil een mobile elementenbank, want dat vind ik mooi, heel groot en heel comfortable. En de kleed en die twee salontafeltjes hebben wij nu, dus dat hoeft niet om te veranderen. Maar gaan we twee van die velvet stoelen kopen. En die bedoeling is dat hier, denk ik, dit is mijn eerste moodboard hier, dit gaat helemaal weg. En hier gaat één velvet witte stoel, die klein tafeltje in het midden en dan nog een witte stoel. Dus dit wordt een soort koffiehoek hier en dan die grote mobile elementenbank hier met die poef daar en dan dat gaat weg. Dus dat is mijn eerste gevoel en ik wil weten wat jullie denken, want dat wil ik heel graag doen. Dus dat ben ik bezig aan het doen. Want ik vind het leuk om te kijken. Maar ik ga natuurlijk meer moodboards maken. Maar dit is die eerste moodboard dat ik denk. Oké, misschien wil ik dit soort van gevoel. Ja. Ik weet dat vandaag is echt zwaar. Want we gaan veel doen. Dus gelukkig heb ik lekker geslapen. Dus ik moet mezelf omkleden en alles mooi ook knapperd. En dan gaan we naar de kantoor. Hoe leuk. Oh my god, jongens. It is a monumental moment at... We have to name this office. Yeah. Right? Henny. Office. Henny. Henny. We're going to... Henny Incorporated. Yeah, Henny Inc. This is a monumental moment as we are having our first coffee at Henny Incorporated. So but we're Elisa Buderk. Hello. In our coffee corner. But we're missing one person. We're missing the leader. She was busy. She was very busy. Always busy.
sadly. So busy. Yeah. Yeah. She had to get her nails done and so on and so forth. Maar vandaag gaan we die kantoor helemaal opgeknapperd maken. Opgeknapperd? How do you say making it pretty? Opknappen. We gaan een beetje opknappen. We gaan een beetje opknappen. Niet opgeknapperd. It's a look. It's a look, honey. It's a look. Ja, it's a look. It's a look. Babe, but I don't know if it's a look. I want to keep that auto bell. Oh, now you see it. Yeah, babe, I've been looking at it, but I don't want to say no damn thing. Do you like it? It's a look. It's a look. So we are going to make it very pretty, and then we're I'm gonna show you a tour of our living room area, because we're not gonna finish the whole thing. So we're gonna work on the living room area, and then I'm gonna give you guys a little tour. And we've got these huge boxes. What do you mean huge? You put it in there twice. What do you mean huge, says Wouter? We've got these huge boxes from Sofa Company that sent us our stuff, and we have to find a way to break them down. I like the mood. Nee, I look like a pirate. Nee, schat. Jawel. You don't look like a pirate. You look like a mental. Like a mental patient out the hospital from 14th Street in New York City. Yeah. And he's looking to take out his fake teeth to give a pipe. To give a pipe? What do you mean a pipe? Oh. Because then when you take out your fake teeth, then it's more expensive. Okay, jongens, dus dit is de grote doos en we zijn bijna klaar. Oh, geweldig. I can't believe I'm so handy. I'm literally using this. I feel so straight. Oh my god, gelukkig hebben wij een Wout hier. Ja. Because I don't know what she's even doing to our table, but I wouldn't even know what to do. I'm attaching the base. But I wouldn't even know what to do. I think I would have just done it. I told you. Maar ik vind het helemaal knap. Wouter is echt heel erg klusser. Wouter is een enorme klusser. And how does that make you feel? Passionate. Ooh, what emotions start boiling? I'm gonna have to leave them in the office, honey. I'm gonna come back later. Okay, we are soort van 30% van het klaarmaken. Is it heftig, schat? Nee, helemaal niet. Weegt bijna niks. Hey, die stapel is iets te ver van me. Ja, klopt. Ik werk boven mijn kracht. Maar ik zie dat het gaat lukken. Yes. Ja, heb je? Ja. Oh, cool. Oh, geweldig, dat is goed. Oh my god, wat geweldig. Ja. Kijk, dit mooie ding. Met het kapje kan je nog iets aandraaien. Ja. Dus ik ga eerst even alles goed inwerken. Oh my god, when you're under it, it looks so pretty. Oké. Nu. Ben je blij? Kan ik het kapje aandraaien? Hey, hoe blij? Niet normaal. Maar waarom? Why are you not crying? Oh, there you go. There you go. Oh my god, het is klaar. Jongens. Eindelijk zijn we klaar met die zithoek, zeg maar de woonkamer van onze kantoor. En ik ben helemaal in love, want we pieced everything together so quickly. And we just thought, let's just go for it, go for it. And it turned out gorgeous. I'm sitting on one of my favorite seats. I think this is going to be my little corner. And this is from Sofa Company. And it swivels. And we actually have two of them, which I think are so stunning. And I am obsessed. So this is our woonkamer, which I'm showing you right now, which is with two of those stools. And that is our gorgeous, gorgeous bunk.
And it's just like this cool stuff that's like a little sheepy. And to be honest, I wanted to get this for my house. I didn't end up getting it for my house. So we got it for the contour. We are so in love with it. And honestly, it's like gonna be our second home. Next week, of course, I'm gonna be giving you the full tour of the contour because we've gotta finish everything. So for now, this is the woonkamer. What you want? God, was I helemaal starving. We just finished doing the woonkamer in the apartment, in the kantoor, and I'm gonna go get us some croissants, want ik ben zo misselijk, want ik heb niet veel gegeten. I always do this. I never eat enough and then word ik misselijk. And nu de weer is echt ongelofelijk. Kijk. Mijn schatjes, I just came home after that croissant run in the wind, and I like lay down in bed and literally knocked out for 2 hours of so. Was ik helemaal kapot, holy moly. And nu ben ik helemaal wakker en ik heb beetje honger, maar it's bijna avond eten tijd, maar niet, you know, not just yet. So I'm just chilling on the couch. And ik ga, ja, ik weet niet wat we gaan eten vandaag, maar oh. Jongens, ik was helemaal kapot. I cannot believe it, maar ik voel mij zo veel beter. Ik ga lekker chippies eten op het bank. En ik ga iets leuks kijken. Dus dat ga ik doen. Oh. Goedemorgen. Heb ik zo lang geslapen? Want ik was niet normaal, jongens. I tried to vlog gisteren. Ik dacht, oké, ik ga vloggen mijn maaltijd. Als ik avond eten. Als het diner eten. En dan, dat lukt niet. Want ik eet als dit. Ik was helemaal kapot. Maar nu voelt ik zo miljoen keer beter. Echt what sleep can do, toch? Vandaag is het weer ongelooflijk niet mooi, maar dat maakt niet uit, want vandaag is het Jalisa's verjaardag, dus ik ga Jalisa en Jomana komt naar mij vanavond om te lekker logeren en we gaan lekker eten. Ik heb eten geregeld voor haar, dus we gaan lekker doen vanavond. Ik ben helemaal klaar voor. Vandaag ga ik een beetje editen doen. Ga ik misschien naar de kantoor, maar dat weet ik niet. Want jullie weten niet, maar mijn Venmo is kapot. Dus ik ben in een normale fiets en ik wil niet in de regen fietsen naar mijn kantoor. Om, ja, ik ben helemaal klaar. Dus ik ga lekker hier blijven, denk ik, om te werken. Het is vrijdag, dus ik moet iets facturen en zo doen. En dan ben ik helemaal vrij en klaar en ga ik lekker wijntjes drinken. Ik hoop dat jullie een fantastische dag of morgen of avond, wanneer je kijkt, hebben gehad. Or going to have. Dus ja, ik ga een koffie maken en ik ga lekker werken. Oké? Look at my queens in the house. We are viering de mooie Jalisa's verjaardag. En we hebben lekker... Oh, dat is interessant. Wow.
want to be influencer. Oh, they said prop up the pizza, honey. Put some make-up on her. Make sure she looks good. Geweldig. Ik heb dit... ik heb dit, dit lekker eten gehaald bij No Rules. En het is... Oh my god. Oh ja, ceviche. Ceviche. You don't know what ceviche is? The Mexican tartar. It's put it in the koelkast. Yeah. It's cold. It's cold, but we can put it now. We can put it now in the koelkast. Put this all in here. But we need to take a picture. But yeah, I'm not gonna take a picture and then get salmonella. Yeah, we had to take a picture and then we're throwing up tomorrow of salmonella. No, ma'am. Okay, but let's quickly take a picture and then put it in. Come, come. Three, two, one. I'm giving y'all 10 seconds before we get Three, salmonella. 2, 1. Wauw. Hallo, duurzaam. Dit is lekker. Wil je dit erbij? Nee, dat ga ik even. Dat ga ik. Ik ga filmen. Oh, ik ga toch die filmen? Waarom moet het die zijn? Jezus. Honey, pop up the menus. Put the makeup on those menus. Kijk eens wat leuk. We hebben bij No Rules een experience box besteld. Waarbij je zelf je voor, je hoofd en je nagerecht kan maken. Allemaal heerlijke gerechten. Jezus, wat een influencer. Allemaal heerlijke, interessante sausjes. Ik heb gezien. In your face. We gaan hier even knutselen en straks het resultaat. Heerlijk, heerlijk. Je bent vergeten te beginnen met zijn er weer. Okay, honey, put this in the fridge. Thank you, salmonella. And now everything's open. Alright, we're gonna get sick. Okay, baby. Okay, so we're gonna figure it out and then we're gonna eat. You still. Okay, Jaleesa, it is time for you and Jermaine Kando to open it up. Wat leuk papier. Hoe leuk, toch? Ja. Ik heb het net gekregen van een mevrouw. Oh, dit recycling. Jaleesa's birthday present from me. Wat zou erin zitten? Je weet, vindt alles leuk, hè? Het gaat om het idee. Dat weet ik, schat. Lekker chocolaatjes. Ja, het voelt als een chocoladeletter. Ja. Oh, dat is het niet. Oh. I see Charlotte. Let's Die is it. Zo mooi. Open it. Yeah, open the color. Oh my god, leuk. It's like dinges. Oh, mooie. Nars. Mooi. Net die even mij opkomen. Oh, mooi, toch? Waarom die zo omhoog? Ik zit daar toch niet? Holy shit. Oh, it's also shiny. Oh, I love it. Oh, it's a bit on your tooth. Yes. Yes. Wow. This is me? This is your Why'd color. You put it on her tooth, baby? Just lick it off. So wild, eh? Oh, so look how beautiful it's like this. I find it heel mooi. Yeah, thank you. Ik heb wel wat nieuwe make-up nodig. Ken je me toch goed? I went to your house and I saw that you actually like make-up. Yeah, she does. Yeah, I didn't know that, but then I was in her bathroom and then I saw make-up and I thought, I think make-up oh is good God, for her. Mooi, goede kleuren. Heel goed. Warme kleuren, hè? Ja. Voor make-up altijd warm, hè? En ook, ik dacht misschien voor jouw huid, like a nice gold, beautiful to make it... like shiny, you know? Ja, een beetje voor de... Een beetje de matching. Leuk, dankjewel schatje. Je hebt verstand. Jij bent altijd obsessed van mijn foundation. Als ik niet oh, because I was like, I didn't know that she was so into makeup. I know, crackhead. She does makeup always, even if she just goes to the shop. No, but she looks good, honey. Yeah. But naar de shops neem je alleen een beetje masker. Nou, soms ga ik zo. Hey! Problemen.
She's like, oh, I'm not reacting so well to night shifts anymore. 30. Poor. My knee was breaking almost this morning. 30. I was walking like out of nothing. And you're 30. Almost. Wacht even, what are you gonna read what it's for? It's about to spray it on her armpits. Aloe water. It's just moisturizer that you can use at night for your wrinkles. To hydrate. Thank you. Nail? No, I like that it's glass. It makes it feel extra. Yeah, it's better for the environment. Lightweight holographic illumination stick. Open it, maybe. Smoothie glides. If you go to festivals, open it. What? Smoothie glides for a highlight. Stellar effects. You're good at reading English, Hornisha. It's better than talking, hè? Eh? Goedemorgen, lieverd. Hey, bonjour. Goedemorgen. Wat drink jij? Ik een koffietje met witte chocola, melk. Ik weet niet, ben benieuwd. En ben je een koffiepersoon? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Zij drinkt geen koffie. Met mij maar lekker gemberthee. Maar... She wants to come to my house and I have that Starbucks and all that up there with all them pumps of sugar and I say you gotta have one. So she's gonna try a big sip of coffee. Yeah, my man's big chocolate. Especially because Jaleesa's always so grumpy and annoying in the morning. And then she wonders, why are people so happy? Because coffee. So I want her to take a big drink of coffee. Look at that depression face. Big drink. Is toch heet? Nee, niet zoals groot slokje. Groter. Ik kan toch niet zoveel in één keer in mijn mond doen? Oh, smaakt naar chocolademelk. Wow. Dit is oké. Okay. That's how we train people to drink coffee. Echte koffiedrinkers gaan zeggen, dit is geen koffie. Wat is een echte koffiedrinker? Echt niet zo zwarte, nee. Wow, we're very judgmental this morning. Nee, maar je hebt altijd van die mensen die gaan zeuren, dit is niet echt. Dit is niet echt sushi, dit is niet echt... Yeah. But who is that? Who does that? Why are we bringing those into our beautiful energy? Yeah, into our beautiful morning. Why would you bring disgusting people into a vibe of this morning? Sorry. Right, Joe? Delete. Press delete. Sorry. Oh, I'm actually now exhausted. I need a nap. Maybe you need some coffee. Honey, I think she's ready for her number two. Hello, finished. All right, let me go make her a number two. Maar hoe hebben jullie geslapen? Show me where you slept. Welcome to our crib. Wow, what a gorgeous crib. And this is where the magic happens. We're giving a tour. Look at the coffee's already going to me. Beantwoord. Jij vroeg toch wie zijn deze mensen? Ik vraag aan Nick, wil je een slokje? Nee, ik ben liever van gewone koffie. I found the one. Your husband is one. I found the prince. He was sitting naast mij de hele tijd. Oké, vieze. Oh. Well, not only is it ik hoef niet chocolade, maar dan noem je het vies. And that for mij is het grootste probleem in dit wereld. Iedereen die vind ik niet lekker of zo, dan zegt dat het vies is. Hallo. Als je het lekker niet vindt, het is niet vies hoor. Ja, Jesus. Back to our scheduled tour. This is where the magic happens. What tour? What magic? I love it, baby. I'm very right now. My energy. I need to call my healer. This is where I have the five cars. Just Joey, like a girl Joey, from. Do you want to charge her? Yes, baby. She really wants to use this, so let me charge it, and I'll also make you your coffee, my love. Thank you.